Willems. Snijder, onderuit. En de eerste vrije trap voor Oranje. Uiteraard Ron Vlaar mee. Die is kopsterk. Het wordt Snijder. En hij schiet die bal bijna in de korte hoek binnen. Pol schrikt, maar komt vrij met de schrik. Puyol. En een kopbal die niet eens zo ver naast gaat. Beste mogelijkheden voor Oranje. Tot twee man toe. De scheidsrechter ziet onderweg geen overtredingen van de kant van het Nederlands elftal. Zodat Oranje hier een paar goede mogelijkheden laat liggen om de score te openen. Promotie van Persie met een schitterende goal. Robin van Persie uit het niets. Uit het niets. Geweldig. Dat is de extra kwaliteit die Van Persie meeneemt. Inmiddels is hij met zijn goal op 37 gekomen en staat hij inmiddels gedeeld tweede op de topscorerslijst aller tijden naast Bergkamp. Nu Lens vanaf de rechterkant, daar is Pol, die zit er volledig naast. En Van Persie maakt 2-0 en komt op 38. In totaal en is nu alleen op de tweede plek beland van de topscorerslijst aller tijden. Nog twee goals scheiden hem van Patrick Kluivert. Strootman, die goed speelt. Snijder, nu gaat het snel. Lens. Snijder maakt een hele mooie. Nee, maakt hem niet. Adam Maher. Strootman. Lens. Te moeilijk. Dat kan een stuk eenvoudiger, maar Jeremy Lens kiest voor een te moeilijke oplossing. Strootman. Van Persie. Schaken. Van Persie. Oh, net niet. Oranje wint in Andorra. Van Persie maakt de beide oranje goals. Nederland plaatst zich voor Brazilië.